Oké, maar ik vind het toch wel een beetje suspicious dat jullie niet plotseling samen zijn, dus... Mm-mm. Tja, liefde is een vreemd ding, hè. Maar nu weet u nog eigenlijk niet wie dat Mabel echt vermoord heeft. Zij kunnen alleen Chad en Brad nog zijn, hè. En jij en Lingling? Maar dat zijn nerds. Skip hen. Sorry, maar Lingling en Lara, jullie doen al heel de week zo raar tegen mij. Ik vind gewoon dat ik echt een explicatie verdien. Ik weet gewoon echt niet wat er aan de hand is. Ik kan dat fysiek gewoon echt niet aan. Sorry hoor, ik heb gewoon iets nodig. Mm-hmm. Ja, en Mabel, zij pest jullie al 2 jaar, dus dat is echt reden genoeg. Maar we hebben haar niet vermoord. Wij zouden dat nooit doen, Lingling, zeg het hun. Wat? Nee, nooit. Wat waren jullie dan wel aan het doen? Hallo iedereen en welkom bij het Mabel Moordplanproject. Een vergadering die wij 2 keer per dag houden. Eerste punt op de agenda. We gaan alle mogelijke scenario's opsommen om Mabel te vermoorden. Leuk, hè? Ons eerste plannetje is Mabel levend begraven in de moestuin van meneer Piet. Hey. Oh, nee, dat gaat niet, Lingling, sorry. Ik heb berekening gedaan, Piet is 24/7 in zijn moestuin. Oké, dat is niet erg. We hebben nog een plan. We kunnen cyanide gooien in haar shake. Nee, dat gaat ook niet. Mabel drinkt geen shakes meer sinds dat laxatieve-incident. Ah ja, dat is waar. Oké, we kunnen haar nog steeds verdrinken in de toiletten. Dat gaat ook niet. Daar gaat sowieso een koppeltje zitten. Je weet hoe dat gaat. Nee. Oké. Tja, ik had toch niet gedacht dat moord zo ingewikkeld was. Allee, in die series gaat dat altijd vanzelf. Mm-hmm. Lara, heb jij nog een idee? Wat? Als we haar nu eens in een bad vol zwavelzuur gooien? Lara, kom aan. We weten allemaal toch dat zwavelzuur totaal niet effectief is om lichamen in op te lossen. Allee, dat duurt minstens 2 dagen. Met katalysator dan nog? Ik dacht dat jij dat wel wist, hè? Een geconcentreerde natriumhydroxide-oplossing werkt veel beter en lost alle restanten op. Ja, dat is waar. Maar is dat niet super ingewikkeld? Allee, en Lingling, wat gaan die ouders zeggen aan de school als dat uitkomt? Maar Lara, het is niet alsof we punten gaan aanpassen of zo. Oh mijn god, nee, dat is vreselijk. Stel je voor. Nee, maar Lingling, ik vind het echt niet oké. We kunnen ons dat niet permitteren. Stel je voor dat dat uitkomt dat wij dat hebben gedaan. Geen enkele elitaire universiteit gaat ons toch willen aannemen. En wat dan? Op straat belanden? Dat gaat niet, hè? Maar onze intelligentie, de wereld heeft ons nodig. Ja, oké, je hebt gelijk, dat is waar. Oké, we laten het plan vallen. Ook al had ik mijn bal. Het is oké. Nog 1 jaartje en dan zijn we van haar vanaf. Ik krijg er echt migraine van. Meisjes, oh my god. Jullie raden nooit wat er... Wat zijn jullie aan het doen? Stretchen. Je moet altijd je quadriceps opwarmen voor je gaat sporten. Wat doen jullie aan sport of zo? Ja. Denksport. Allee, laat maar. Maar jullie raden nooit wat er gebeurd is. Heb de bolletjesoefening van mevrouw Langendok ook gevonden. Oh my god, ja, die supermoeilijke vierkantvergelijking. Een VKV'tje van de 8e graad. Maar nog niet spoilen, nee. Maar kunnen we zelf vinden. Meisjes, dat is veel te moeilijk. Dat is gewoon onmogelijk. Iedereen weet dat toch? Je moet het echt helemaal ergens anders gaan zoeken. Oei. Oh nee, het heeft toch niet met liefde te maken, hè? Daar ben ik dus niet echt mee geïnteresseerd. Oei, wel. Heb je weer een lief, jong? Beter. Je hebt vierkantswortel 4 liefjes. Nog beter. Oké, maar jullie gaan het waarschijnlijk toch nooit redden. Dus ik ga het jullie gewoon zeggen. Ik heb een nieuwe sugar daddy en zijn naam is Timmy Jer. Hey, en ik kom mij elke ochtend aan de schoolpoort opwachten. Dat is supercool. Ik wil ook een sugar daddy. Wacht, maar ik ken dat woord niet.
Wat is een sugar daddy? Schatje, dat stikt allemaal niet zo nauw. Kom gewoon mee. Ik wil gewoon dat je hem ontmoet. Kom, allee. Hij is kei opgewonden. Gewoon... Oké, maar alweer. Ja? Heb je nog een bad thuis? Maar wat zegt jij nu? Ik wil gewoon dat je hem ontmoet. Allee. Oh.